Gisteren in de Nationale Assemblee heeft de minister van Financiën en Planning, meneer Stanley Ragubashing, aangegeven dat Suriname 2,5 miljard SRD aan schuld heeft betaald. Er waren achterstallige betalingen aan bedrijven, kleine lokale bedrijven, van 2,5 miljard en meer. Een belangrijk deel van die gelden zijn betaald, hebben afgelost voor kleine bedrijven, omdat ook die bedrijven het recht hebben. Het is geen sociaal agendapunt, maar het is wel degelijk belangrijk dat die bedrijven niet verloren gaan voor het land. Dus we hebben gekeken om die te betalen en die achterstanden zijn nu nog 600 miljoen ongeveer. Die gaan we ook betalen. We gaan kijken of we ze dit jaar nog kunnen inlopen.